Toen zijn we begonnen met verzet. Dan, maar het heette nog helemaal geen verzet. Ik wist een paar jongens die te vertrouwen waren. En ik wist veel jongens die zo, ik die moffen wel eens eventjes. Nou, dat was net zo belachelijk als wanneer ik met een zakmes tegen een olifant. De keergaar zegt, pas op vader, want als ik me kwaad maak, dan schiet die olifant ook in de lach. Dus ik neem aan dat de Duitsers ook in de lach zijn geschoten toen ik me zou gaan verzetten tegen dat miljoenenleger van Duitsland, die goed getraind waren en ervaring hadden in Oostenrijk, in Tsjechoslowakije, in Polen, in Noorwegen. We hadden natuurlijk niks te vertellen. Maar goed, we hadden toch iets heel leuks bedacht, namelijk, we verzamelden suiker. En dat wisten we in de tanks te gooien waaruit zij hun benzine haalden. En suiker in de benzine is heel ongezond en heel leuk, want tegen de tijd dat je op je snuffert gaat en die boel verbrandt, dan is het nooit terug te vinden wat er aan gemankeerd heeft. Want die suiker is niet terug te vinden. Maar in die carburateur gaat dat gewoon dicht. En nou, dan ging zo'n enkel ging op zijn moe. En dat was natuurlijk prachtig. Maar goed, toen ben ik serieus, want dit vond ik nog niet serieus genoeg, ben ik gegaan naar de meneer die toevallig een vriend was van mijn schoonouders. Dat was dokter Isidor Ringers, een beroemde naam toen. En die was de algemene man die moest coördineren de herbouw van Nederland. Daar ben ik naartoe gegaan. En gevraagd, meneer Ringers, u kent mij, ik ben schoonzoon van Tieneke de Vier, van de familie Veer. Heb u wat voor me te doen? Want ik kan het toch alleen maar rechtop lopen en zitten. En pijn hebben, dat is niet erg. Waar kan ik mee helpen? Zei de meneer Steensma, Rotterdam staat nog gedeeltelijk in brand. En daar moet puin geruimd worden, er moet het lijken weggehaald worden. Er is enorm veel werk te doen. En ik kreeg de eervolle taak om in Rotterdam op mij te nemen om te helpen dat puin te verwijderen. Als ik je nou vertel dat we, ik ben ongeveer eind juni begonnen en ik ben in mei 41, toen zaten door mijn verzet en door allemaal dingen die ik je nu zal besparen, zat de SS of de Groene Politie was eigenlijk zo dicht op mijn hielen, dat ik alleen doordat we een vriendje hadden op de telefooncentrale van de Groene, die niet wisten dat die, wat wij noemden, goed was, mij opbelde en ze zegt, mijn vrienden komen over een uur een praatje maken. En ik dacht, ik ga je even bellen, dan kun je je voorbereiden, dat is wel leuk. Ik zei, dat is fijn, dankjewel. Dus ik ben als een scheermes naar huis gegaan, mijn rommel opgehaald en inderdaad een uur later kwamen ze bij mij thuis. Waarop meneer Steensma was. En toen zei ik van, nou, ja, op kantoor natuurlijk, want ze zijn aan het puinruimen. Nou, in die periode hebben wij 3,5 miljoen ton puin verplaatst. Om je een idee te geven van het hart van Rotterdam wat in puin lag. En je kon eigenlijk nauwelijks nog enig verschil zien dat je opschoot. Daar lag zo onnoemelijk, ik weet niet hoeveel miljoen puin zit tenslotte. En dat stapelde dan weer op in gedeelten in Rotterdam. Maar ook daar hadden ze onvoldoende ervaring mee. Want dat werd zo zwaar, dan scheurden de funderingen van de huizen. En dan moesten we ons eigen puin weer gaan verplaatsen. En het werd in de rivier gegooid, de Kralingse Plas is er gedeeltelijk mee gedempt. Enfin, wat mijn deel betreft was, toen moest ik vandoor. En toen ben ik serieus verzetswerk gaan doen, systematisch. Inlichtingen verzamelen, contact met Engeland maken. En heb toen 3 pogingen gewaagd, waarvan ik je ook de details zal besparen, om naar Engeland te komen. De laatste poging was met z'n drieën in een kleine boot, een kleine motorboot die zeer snel was. Een glijboot. Dus je moest wel flink snelheid houden. Maar dan kon je in 10 uur in Engeland zijn. Nou, en daar wou ik naartoe. Ik kwam natuurlijk in de RAF en tegen die moffen vechten. Maar ziet, ook weer in alle mogelijke omstandigheden, is er natuurlijk op ons geschoten. Daarbij is mijn rechterbeen, toen dijbeen is verbrijzeld. Maar dat was voor mij geen aanleiding om te stoppen. Ik zei, dat maken ze in Engeland wel, jongens, door. En toen waren we eenmaal op de Noordzee. En
Toen bleek dat ook de motor beschadigd was. En die ging steeds meer en meer langzaam lopen. En nou, het was gewoon op. Toen heb ik mijn beide vrienden nog aangeboden om te proberen de richting de kust te varen. Dat ze overboord konden springen en dan heel voorzichtig naar de kust zwemmen. Zei ze, nee, dat doen we niet. Samen uit, samen thuis. En thuis is de ene nooit gekomen, dat was Boy Ruys de Pierres. Die is toen gefusilleerd. Later ben ik ook ter dood veroordeeld. Maar mijn been was nog steeds niet geheel genezen. Toen werd ik in de Weteringschans in het gevang gedeponeerd. En daar wachtte ik af tot ik gefusilleerd zou worden. En dat is op zichzelf een hele moeilijke zaak. Dan verander je ook eer. Je verandert fundamenteel. Je wordt wel veel ouder en hebt veel om over na te denken. En dan zaten we in een cel met z'n vieren, die een eenpersoonscel. Dus het hield dan bepaald niet over wat ruimte betreft. Toen op een gegeven moment, dan komen ze. Dan gaat de deur open en dan zijn ze steeds maar alles meenemen. Dat hadden ze tot nu toe tegen de vorige gezegd. En dat betekende dan, dan kon je je rommeltje meenemen, wat er nog was. Was bijvoorbeeld. En dan kon je s'avonds een brief schrijven aan je familie. En de volgende dag werd je gefusilleerd.